Ook deze maand ben ik koffie gaan drinken met iemand. Ik ben thuis aangelopen richting Mert in Valkenswaard. En op de Mert in Valkenswaard ben ik de Linderweg opgelopen. Tot Hotel de Valk. Daar ben ik links afgeslaan en dan kreeg ik een aantal kroegen, een aantal cafés. En ik ben binnengegaan bij Du Commerce. Ik kom daar binnengelopen en daar zat heel toevallig Rick Zwerts. Ik zeg gewoon, dat was toeval, want normaal zitten je mens daar niet. Allee, koffie met Rix, luistert. Rix, is dit toeval dat jij nou in een café zit? Nee, of? Nee. Ik ben een notoire kroegloper natuurlijk. Ik zit veel in het café. Jij zit veel in het café. Ja. En ja, wat je zegt, het is toeval. Het is toeval, puur toeval. Ja. En toch ga ik met jou even dan terug in de tijd. Ik ben zelf, dat durf ik te zeggen, ik ben niet zo'n kroegloper. Hè? Helemaal niet. Ik ben zelfs van de blauwe kneup. Ja, wat moet er dan mee? Nog erger. Nog erger. Kende jij mij eens mee terugnemen op kroegentocht vanaf jouw eerste kroeg, waar jij kastelein was? Ja, ik begon eigenlijk hier bij de Fantast, was de stal. Ja. Dan begon ik te oberen en te draaien. Was ik DJ zonder woorden, overigens. Ja. Toen ben ik in de Urbar begonnen, heb ik de Urbar overgenomen. Ja. En de Urbar, want niet alle kijkers weten waar ze nou, de Urbar... Nou, kilo's gelogen, de Luikerweg. Oké, de Luikerweg, ja. En dat was van Appie en Meer Jansen. En dan was ik stamgast, heb ik toen 5 jaar gedaan. Yes. En toen ben ik gestopt en toen ben ik in Weerdi begonnen. P.A. Jonkers had Weerdi. Ja, ja. En die had daar van een fabriek weer een theater van gemaakt. Ja. En daar heb ik 2 of 3 jaar gedaan. Een van de mooiste dingen die ik gedaan heb, vanwege de variatie. Ja, dan wil ik toch even vragen. Een van de schoonste dingen, zeg jij, die ik gedaan heb. Maar waar maakte het dan zo apart, die onderneming? De variatie. Daar zat ik de ene keer te praten met de Brassers, de Hebras. Ja. Over 5 centen voor consumptie voor het Blaaskapellenfestival. Ja. En daarna met industrieel contact voor diner, voor een diner dan zou. Ja. Ja. En dan was er Margriet Uysters weer, of Raymond van het Groenewoud. Kindervoorstelling gewoon was... Ja, heel leuk. Dat was in ieder geval wel iets wat heel erg opviel in Valkenswaard, denk ik. Ja, maar toen was dat nooit gedaan. Eigenlijk hadden we Carolus, maar die deden maar beperkt een paar voorstellingen per jaar. Ja. Maar ja, toen ging ik ook bijna weer fiet binnen 2 jaar. Zo stond ik eens achteruit. Ja. En toen ben ik er weer gestopt en toen ben ik... stond Café de Snor, waar Wil van Leeuwen eerst in zat, dat stond leeg. Achter de Drolzaard. Ja, ja. Dan ben ik Rikscafé begonnen. En daar heb ik 10 jaar in gezeten. Tussendoor heb ik nog een vluchtpoging, noem ik daar, naar Eindhoven gemaakt. Dan heb ik in Eindhoven Café de Papegaai begonnen. Maar hoezo een vluchtpoging? Ik bedoel, ik heb een haat-liefdeshouding met Valkenswaard. Ik wou eigenlijk naar de grote stad doen. Ik wou eigenlijk ook naar de grote stad doen. Maar dat was een halfslachtige. Ja, en dan zit poging. Er daar en dan denkt, dan zat ik maar weer in Valkenswaard. Ja, dat was geen goede poging. Oké, ja. Dan ben ik ermee gestopt en toen, wat toen? Toen zitten we bij tijd tussen en toen ben ik hier op de stage de piste begonnen. Ja, ja. Eetcafé was eerst Eetcafé, dat was ook een van de hele mooie dingen. Ja, al die zaken hadden allemaal iets heel moois. Een specifiek iets hadden ze allemaal, hè? En toen ben ik hier de piste begonnen en... daar ben ik met eten begonnen. En Regine Teus heeft mij daar ontzettend mee geholpen. Die kwam elke woensdag koken en die deed daarvoor. Ja, en ik deed de rest van de week namaken. Het was een hele mooie tijd. Denk ik met plezier aan terug. Maar misschien een beetje een zijstapje, Rix. Jij zegt Café de Piste. Als ik aan Piste denk, denk ik aan Circus. En als ik aan Circus denk, dan denk ik toch ook aan Rix Zwerts. Ja, dank je. Ja. Daar moeten we toch eens wat meer over vertellen. Ja, daar kom ik dan op terug. Want ik moet nog één café. Dan ben ik getrouwd en dan waren we klaar daar. En toen ben ik nog in Bergijk nog een café gehad. Okay, op het Hof. Ook weer buiten Valkenswaard. Ja. Oké. Maar goed. En toen was ik klaar met horen. Toen was ik over de datum, denk ik. Toen was ook... ja. En bij de circus, de piste daar kwam, bij mijn lekmevestje, Wil van Leeuwen, die las iets over Pieter Kinsbergen. Ja, maar we moeten eerst even vertellen, lekmevestje. Schitterende naam, lekmevestje, ook zo'n dialectuitdrukking. Hè? Ja. Wat was lekmevestje? Wie waren dat? Ja, dat is ontstaan op Dommelijk Kermis met een man of 5. En dat is gegroeid en dat had, weet ik het, 15, 20 jaar bestaan. Ja.
En er zat de neut bij, Wil Verleuwen, Wil Teus, Hein Mannels, Hein Offermans, Geert Hezemans, Appie Vos, Frans Verwinkel, Chef Verwinkel, Geert Vera. Als ik dat zo beluister, en, ik weet het natuurlijk wel, maar er zaten potverrekkers goede muzikanten bij ook, hè? Dat was dus het is heel natuurlijk zo gegroeid. Ja. En de helft die had nooit een instrument in de hand gehad. En de andere helft waren gewoon conservatoriummensen. Ja, dat bedoel ik. En dat kwam bij, dat lijkt me best. We hebben altijd iets licht anarchistisch gehad. We hebben er nooit bij aangesloten. We hebben nooit geld gevraagd. Ja. We gingen met drank en zo. Dat is een mooie anekdote dat wij in waar was het? Ik weet niet meer. In Gemert of zo. Daar waren we allemaal gespeeld. En toen kwam diegene die ons gevraagd had. En zei, hartstikke leuk. Dat was perfect. Maar ik weet het voor de volgende keer heb ik beter gemaakt. Ik krijg gewoon betaald aan consumptiebonnen. Volgens mij is dat veel beter. Ja, dat was hartstikke leuk. En jullie hebben ook nog buiten de Valk-Zwitserse grenzen. Noem nou Gemert. Maar ik weet, jullie hebben ook verder weg nog, hè, in Friesland. Ja, met Lekmevesje zijn wij naar de Elf Steden geweest. En hebben we in Hinderloop, in Hielpen, hebben een hele leuke band gekregen. Die bestaat nog steeds een beetje, die band. Oké. En wij... Jullie kwamen het overal? Ja, we kwamen overal. En van het een kwam het ander, maar dat had ook weer met circus te maken. Een beetje op zijn eind. En toen kwamen we Pietje Kinsbergen tegen. Ja. En toen zijn we naar Westen gegaan. Maar wie was Pietje Kinsbergen? Pietje Kinsbergen komt uit een roemrucht circusgeslacht. In de geschiedenisboek is al meer dan 200 jaar loopt dat terug. Ja. En die was neergedaald in Westen op het woonwagenkamp. En okay. daar hoorden kermismensen niet thuis. De woonwagenkamp is voor andere mensen. Maar circusmensen, dat is een... Pietje zei, wij zijn burgers en hun zijn artiesten of zo. Andere mensen woonwagen, dat is wel anders. Ja, ja. En... Enfin, daar zijn wij toen een voorstelling mee begonnen en mensen erbij gehaald. En niemand kon iets. En hier in het park een tent opgezet. De mensen liggen met buikpijn. Ik heb gelachen van het paardje daar rondhuppelde van de goudvis. Met Bokken met Dokkum, ja. Ja, maar dat was met Lekmevesje en ook met de circus. We hebben eigenlijk alleen maar plezier gehad. Ja. Ook met dat circus, geen planningmeester, geen bestuur, gewoon niks, gewoon doen. Ja. En we hebben 2 jaar mee, eerst jaar met Pietje, toen hebben we afscheid genomen van Pietje, zijn we alleen nog rondgereisd. En Regine, Mamalou die kookte en het was klaar en het geld was op en we hadden eten en drinken gehad en we waren in Londen geweest en in Gent. We hebben in Covent Garden hebben wij een voorstelling gegeven. Hey, 3 voorstellen op middag, 5 rijen dikte mensen. Kijk. En van heel de wereld. Hè. Met een flexkie gesluit, zo. Allemaal schudde buiken van het lachen. Maar Riks, dat moet toch alleen kennen zo met elkaar. Als je ook echt vrienden bent van elkaar. Hè? Als je elkaar accepteert zoals je bent, of niet? Nee, geen vrienden. We zijn geen vrienden. Nee. Jawel. Nee, ik noem het altijd een toevalstreffer. Een toevalstreffer. Want dat lijkt me vestje. Wij waren, we kunnen best wel beroemd, zou ik maar zeggen. En toen wij gestopt, dat is nooit... In die carnavalstijd is nooit zo'n soort bandje meer opgestaan. Wel nieuwe bandjes en leuk hoor en braaf en zo. Ja. Zo'n beetje zo lang, wat is het eigenlijk? Zo'n lange neus. En eigenlijk is dat carnaval, hè? Een lange neus naar alles en iedereen. Spotters carnaval. Hey, Riks, ik wil in deze tijd die we met elkaar hebben toch nog even op het Vogelverschrikkersfestival. Want als er iets op dit moment uniek is in... ik weet niet of hem goed... Nee, houd toen even omhoog. Dat ze hem goed kunnen zien, hè? Kijk, jij hebt niet voor niks zijn schoon een tattoo op hun arm staan. Nee. Dat doe je niet voor niks. Nee. Vertel eens, jij bent toch een van de grondleggers van het Vogelverschrikkersfestival? Ja, he? Bert Staal, een goede vriend van mij en ik, we waren in Gent. Dus morgen om 6 uur zitten we nog ergens in het café en de aardig koffie. En toen hebben we de idee gekregen. En achteraf ik zo op terugkijk, is eigenlijk zo absurd wat wij gedaan hebben. Wij begonnen gewoon, meteen 9 dagen... 100 palen. Gewoon uit niets. En jullie hebben niet nagedacht van welke beren zijn er nog op de weg? Wat zal allemaal verkeerd kunnen gaan? Jullie hebben gewoon gezegd, hup, we gaan starten. En dan moest je geld hebben. En dan ging ik zo naar bevriende zakenmensen. Ja. Ik zeg, we gaan een vogelverschrikkerfestival beginnen. Doe er mee.
Wat gaan we doen? Ja, wozen. Wat is er dan? Nou, ik zeg, we zetten 100 palen in de grond. En mensen maken een mooie wovenstrik. Zetten we een tent bij en dan wordt het keigezellig. Hup, weer 500 gulden. Ja, schitterend. En vanaf het eerste jaar, we wisten niet waar we aan begonnen. Maar daar, ja. En dat is uitgegroeid tot een niet alleen maar kijken naar de vogelverschrikkers, maar ook een programma eromheen, hè? Ja. Ja, het is het groter geworden en een paar jaar geleden hebben we dat wel afgeslankt omdat het park te klein werd. Ja. Wanneer is de volgende editie? Deze herfstvakantie in oktober. Deze herfstvakantie in oktober. En ga je dan ook daar een filmpje van maken en zo? Ik weet het niet. Nee. Jij niet, maar jij doet wel wat met filmpjes. Ten slotte, Rick, jij doet wel iets met filmpjes. Ja, na mijn café in Bergijk ben ik bij 8mm gaan werken. Ja, een jonge gast in Waalden. En okay. Heb ik 16, 17 jaar gewerkt. Okay. In april heb ik daar overgenomen. En ik doe dat nou thuis van mezelf. Ik heb toevallig deze week alle oude filmpjes van de stichting Carnaval. Meer dan 120 uur geloof ik. Allemaal filmpjes van de... Prachtig. Van de Valkswilse carnaval. Ja, en dat doe ik even voor de gemeenschap, hè? Ja, later kan iedereen die nog terugzien. Als ja, wij er ja lang op YouTube, niet... iedereen kan het bekijken. Ja, nou. Als wij er al lang niet meer zijn. Ja. Maar mensen kunnen ook hun 8mm filmpje naar jou komen. En dan kun je er iets van maken. 8mm.nl dan. Oké. Nou, Riks, potverdorie, we kennen heel lang met elkaar praten, denk ja, ik. Nou ik wel, heb een paar highlights eruit gevat. Ja. Ik vond het in ieder geval geweldig om hier met jou aan tafel te zitten. Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, okay. Leuk.